Weet je al wat je gaat doen op zijn sterfdag? Ja, op 6 mei is er een grote herdenking in Rotterdam. Daar hebben we eerst een symposium voorafgaande in het Schielandhuis. Met sprekers en genodigden als Leon de Winter, Afshin Elian, Nausicaa Marbe. Joost Eertmans natuurlijk, mijn goede vriend en collega. En en daarna hebben we een kranslegging om 6 minuten over 6 bij het monument van Pim, Pieter de Hoogplein in Rotterdam. Dus die dag die staat. En zijn graf, dat is in Italië. Hè? Mm-hmm. Gebeurt daar nog wat? Niet dat ik weet. Nee. Ik ben er zelf geen 5 jaar meer geweest, moet ik zeggen. Nee. Nee, je bent ook niet altijd in de buurt, zou ik maar zeggen. Nee, dat is het punt. Ik ben 2 keer geweest. En ja, moet je daar in de middle of nowhere eigenlijk. Ja. Ik voor mijn gevoel had veel beter in Nederland begraven kunnen worden. Maar goed, daar gaat de familie hier beslist erover. Als u nou net zei van er is nog steeds niet heel veel veranderd. Of in die zin niet geluisterd naar wat hij toen zei. Wat is dan het belangrijkste punt wat u bedoelt? De visie van Pim Fortuyn is eigenlijk heel makkelijk samen te vatten. Ik moet vergeten alle onzin die zogenaamde deskundigen en journalisten erover spuien. We hadden in de jaren 90 heeft Pim zich gebogen over hele belangrijke vragen. Wat gebeurt er na de val van de muur in 1989 met het verdwijnen van het socialisme? Wat is er aan de hand met de ontkerkelijking in Nederland, zoals het heet, hè? De secularisatie? Dus met andere woorden, in de jaren 90 is de verzuiling, zoals het heet, verdwenen. Gelijktijdig zien we wel in de jaren 90 al de opkomst van de militante islam. Die drie dingen, de secularisatie, het verdwijnen van het socialisme en de opkomst van de islam, bracht Pim tot de gedachte. En wat is nou waardevol voor ons? Wat moeten wij doorgeven aan onze kinderen? En wat heeft de West-Europese beschavingen zo welvarend en succesvol gemaakt? Mm-hmm. Toen kwam hij tot de kernwaarden van de moderniteit. En de kernwaarden van de moderniteit, ik kan ze niet vaak genoeg noemen, ook al zit je krap in je tijd, Frits. Vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw, parlementaire democratie. Dat zijn de dingen waar we voortdurend op moeten hameren. Dat is de visie van Fortuyn en dat is het belangrijke. En al het overige is bijzaak, wat er vaak omheen verzonnen wordt. Ik krijg van die verhalen over populisme, over dit of dat. Mm. Wij waren populist in 2002, omdat we dingen zeiden die niet waar waren. En nu zeggen we hetzelfde, maar nu zijn de problemen te groot, komen met de makkelijke oplossingen. Toen wilde men de problemen niet zien, nu wilde men ze niet aanpakken. En dat is de reden dat ik zeg, we zitten echt in een gigantisch probleem. Mm. Ja. Een simpel voorbeeld, hè, voor politieke correctheid. Mag het, Frits? Ja, heel even. Zeker. Politieke correctheid, klinkt leuk. Maar door de politieke correctheid is Groot-Brittannië nu dreigt uit de EU te stappen. Ja, de Brexit. De Brexit. Waarom? Dus, kijk, in Engeland is het meest politieke correcte land wat je kunt bedenken. Er is geen Engelsman die zal zeggen, ik heb problemen met de opkomende islam. Of er zijn toch wel erg veel Pakistanen in Engeland op dit moment. Dat zal geen Engelsman ooit over zijn uit zijn mond krijgen. Dus wat zegt hij? Ja, die open grenzen van de EU, dat is wel een probleem hoor. En die Polen die hier komen werken. En alle journalisten en analisten schrijven over het probleem dat de EU veroorzaakt omdat er te veel Polen in Engeland werken. Nee. De Engelsen kijken gewoon naar Calais. En die denken half Afrika, half Azië wil in Engeland komen wonen en werken. En dat kan niet meer. We moeten dat reguleren. Niemand durft het te zeggen. Iedereen spreekt met meel in de mond door die politieke correctheid. En dan krijg je dus een totaal onverwacht effect. Brexit. Ja. De Brexit is echt veroorzaakt door politieke correctheid. Maar als we even teruggaan naar Nederland. Niet durven zeggen wat er werkelijk aan de hand is. Nee, snap ik. Maar als we even teruggaan naar Nederland. Als je zegt van dat die problemen die hij toen voorzag. Ja. Dat is eigenlijk allemaal uitgekomen. Mm-hmm. Is er dan niet nog weer een behoefte aan een partij die dat gedachtegoed uitdraagt? Ja, het zou zeker zo zijn, ja.